Yo mensen, we zijn nu onderweg naar Albuquerque, toch Jacco? Albuquerque. En wat gaan we kopen? Een schakelbom. Ja, het wordt echt een vet ding, man. Hoeveel kost die? 500 euro. 500 euro, maar er is wel iets mis mee. Ja, doe het niet. Of ja, hij zit vast in de eerste versnelling. Het gaat echt fucking vet worden. Zoals jullie zien, hebben we een aanhangertje. Dus als we straks bij de schakelbrommer zijn, laten we even snel jullie zien. En wie weet krijgen we vanmiddag nog lopend. En dan rij je met een schakelbrommer achterin op naar huis. Thijs, laat hem even zien, toch Jacco? Ja. Wat is dit, Jacco? Schakelbrommer. Oké mensen, twee dingen. Ten eerste, dit is ons nieuwe project. Maar hoe gaat dit project heten? Post het in de comments, want wij hebben volgens mij nog geen naam bedacht. Nee. En ten tweede, waarom ligt hij aan de lager? Accu's kapot. Oké. Okay. Dat werd ook goed in die geval. En zoals te verwachten is hier nog flink wat mis mee. Het was niet zo duur, maar dat betekent wel dat de versnellingspak nogal gaar is op het moment. Maar we hebben een heel mooi doosje met onderdelen. En daar zit nog een groot gedeelte in van een nieuw blok. Of nou ja, nieuw tussen aanhalingstekens blok. En daar gaan we dus de versnellingspak uit overzetten. Dus mensen, blijf zeker even kijken. Want dit gaat echt een heel vet project worden, denk ik. Echt ziek ding, Jacco. Hoe hard loopt die? En we hebben het zelf nog niet kunnen testen, maar de verkoper. 105 met wind mee. Ik vind het wel hard, hè? Dat is een beetje gaaf als je op de rollerbank komt. Maar ik vind het echt een dope ding, man. Yes! Nee? Ja, in ieder geval, jullie horen het. Er is geen 1. De 1 die... Hij komt echt moeilijk in de 1. Dus versnellingen zijn nogal fucked. Voor de rest is het echt een best vet ding. Er zijn een aantal dingetjes nogal een beetje beun gedaan, zou je kunnen zeggen. Dus die moeten we iets minder beun maken. En nieuw versnellingspakje erop. Gaat vet worden, toch Jacco? Zullen we even een versnellingspakje aparte video maken? Alright, dan krijgen jullie die over een tijdje. Dat was het voor deze video mensen. Like, abonneer, doe dat hele zooitje en volg ons ook even op Insta. Doei doei!